Welkom bij Iedereen kan haken. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar de video's van Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en alle reacties zijn zo leuk om te lezen. We zijn nu bezig met het babyvestje Love Zigzag. En we gaan nu beginnen met deel 10. En ja, ik heb dit per toer gefilmd, dit babyvestje. Dus nu gaan we toer 19 en 20 filmen. En ik heb ook een hele leuke post gehad van mezelf. Ja, hoe moet ik het zeggen? Het lijkt wel of ik post van mezelf heb gehad. Maar ik heb het gekregen om het babyvestje af te werken met een labeltje. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd nu wat erin zit, dus ik ga nu eventjes de envelop openmaken die ik gekregen heb. En als het goed is zitten hier labeltjes in. Oh, heel veel labeltjes. Hey Monique, super veel plezier met de labeltjes en het love vestje. Ja, het zigzag vestje bedoelt ze. Kijk eens wat leuk. Ja, het label van mezelf. Dus als je labeltjes wil bestellen, gaat het via www.mez11.nl. Dus mezelf. Ja, echt heel grappig hier. Het is weer tijd voor jouw hobby. Ik weet niet of ik het goed op de film krijg, want sommige kleuren zijn best wel moeilijk op de film te zetten. Even kijken met de belichting. Verlichting wil ik zeggen, maar het is natuurlijk filmen is belichting. Nou, dit is dus het hartje. Hele leuke kaartjes erbij. Vind ik wel heel leuk hier van mezelf. En ja, ik heb wel heel veel labeltjes om het vestje af te mooie finishing touch te maken. Hier, made by mama. Oh, die is echt leuk. Een hartje. Deze vind ik ook wel heel schattig om zo op het vestje te naaien. With love. Nou, ik heb de keuze aan Joyce gelaten van kies maar iets leuks voor op een baby vestje. Hier staat op baby girl. Oh, een vierkant vind ik ook heel mooi deze. Dit hartje, die komt ook echt mooi op. Tenminste, met filmen sowieso, maar kijk deze. Hier staat op girl. Maar met filmen kan het zijn dat je het niet altijd even goed ziet. Zo zie je het beter misschien. En wat zit er nog meer in? Ja, te schattig echt. Die rondjes. Hartjes. Nou Joyce, bij deze... Oh, voor een boy. Ja, tuurlijk wordt er ook gehaakt voor jongens. Joyce, hartelijk bedankt bij deze. En ik vind het echt heel leuk dat ik het mag filmen. With love. Ach, en hier een klein baby drinkmelkflesje. En dan nog een kleintje met een bloemetje. Nou, Joyce, nogmaals hartelijk dank voor alle leuke labeltjes. Ik denk dat ik een keuze moet maken tussen dit vierkantje of dit kleine hartje. Maar ik moet zeggen, de donkere labels zijn ook heel mooi. Maar goed, ik zou zeggen, kijk bij haar op de site. En dan, ja, dan krijg jij ook een, of krijg je, dan kan je kopen natuurlijk, een mooi leren label. Ze maakt ze zelf allemaal en het zijn echte leren labeltjes. Dus het is echt super mooi. Tenminste, ik denk dat het leren is. Nou ja, goed, je kan haar mailen of een berichtje sturen. En het is echt heel persoonlijk. Nou, in ieder geval nogmaals bedankt en nu gaan we beginnen aan toer 19. Tot zo! Ik zal weer even alles in het zakje doen. Ik vind het ook altijd heel belangrijk als je gaat haken, ja, dat je een beetje een schone oppervlak hebt. Dat je echt netjes kan gaan haken. Zo.
En dan beginnen we waar we geëindigd zijn. Ik heb er nu even geen steekmarker in gedaan. Nou, we beginnen toer 19 met 3 lossen. 1, 2, 3. En dan keren we het werk. We slaan de eerste steek over en dan gaan we in de achterste steek weer insteken. En ik ga weer even tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 stokjes. Dus eigenlijk weer hetzelfde als toer 18: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 stokjes in de achterste lus en dan gaan we 3 stokjes in 1 steek zetten. 3 stokjes in 1 steek. Nou, en dan gaan we weer de herhaling in. Dan gaan we 10 stokjes in de achterste lus zetten. 1, 2 steken over. En weer 10 stokjes in de achterste lus. Dit hoef ik niet helemaal mee te haken, want het is gewoon de herhaling. 3 stokjes in 1 steek en 10 stokjes in de achterste lus. 2 steken overslaan. En dan ga je weer helemaal zo deze toer vervolgen. Dus toer 19. En dan zie ik je op het einde van toer 19. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 19e toer. Ik heb hier al 10 stokjes in de achterste lus gedaan. En dan gaan we nog 1 stokje op het laatste stokje steken. Maken. En dit was toer 19. En dan gaan we nu door naar toer 20 van deel 10 van het babyvestje Love Zigzag. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We gaan nu beginnen aan deel 10 van het babyvestje Love Zigzag met 3 lossen. En dan keren we het werk. En we gaan weer even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Dus dit is weer deze toer. Toer 20 is weer hetzelfde als toer 18 en toer 19. De eerste sla je over, de eerste stokje. En dan ga je in de achterste lus weer een stokje maken. En dan nog 9. Hè? Dus je hebt 10 in totaal. Dit is 2.
3. Vier, vijf, zes, zeven. Goed, de achterste lus. 8. Negen, tien, en dan weer in de volgende, dus echt in het midden van die drie, ga je weer drie stokjes maken in één steek, en dan pak je wel gewoon dubbele lus, gewoon in de echte steek, dus drie stokjes in één steek. Ja, deze toer is hetzelfde als toer 18 en 19. Dus nu gaan we weer 10 stokjes maken in de achterste lus. Het is wel heel leuk dat jullie allemaal blijven kijken en de duimpjes omhoog doen voor iedereen kan haken. Wil je het kooppatroon bestellen hiervan om lekker door te kunnen haken, of vind je het makkelijker op papier, dan kun je patroon bestellen via e-mail. Heel even tellen hoor, 2, 4, 6. E-mailadres is iedereenkanhaken@hotmail.com. Dus dat is daar kan je zeggen: nou, ik wil graag het patroon van het zigzagvestje, en dan kan je het natuurlijk kopen. Ik geef dan het de gegevens door hoe dat je het kan bestellen. 2, 4, 6, 8, 10. Dan 1, 2 steken overslaan, want je bent het onderste punt weer. En dan weer 10 stokjes in de achterste lus. Dus de herhaling is bovenin 3 stokjes in 1 steek. Dus ja, je begint eigenlijk hier, eentje overslaan, 10 in de achterste lus, 3 stokjes in 1 steek, 10 in de achterste lus, 2 overslaan en weer 10 in de achterste lus. En dan ga je weer de herhaling in. Dus zorg dat je gewoon altijd boven het middelste stokje uitkomt. En dan zie ik je op het einde van toer 20. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 20e toer, maar ik ben nog even aan de bovenste punt, en dan ga ik nog 3 stokjes inhaken. 1, 2, 3. En dan weer 10 stokjes in de achterste lus. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen,
in. En dan op het laatste stokje nog één stokje. Zo. En dan haal ik de draad door de lus en dan zijn we klaar. Ik pak de schaar. Ik knip af. Je kan de draad er natuurlijk ook aan laten hangen als je nog een randje eraan wil haken. Maar dit was dus Babyvisje Love. We zijn nu aan het einde gekomen van het babyvisje zigzag. Het is echt heel leuk om te haken. Ja, je hebt die twee bolletjes maar nodig. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. Graag de duimpjes omhoog. Een reactie kan je hieronder plaatsen. En ik zie je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!